Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik zie nog altijd wel bruin. Ik vind altijd dat ik er zoveel beter uitzie als ik bruin ben, als ik geen schmink op heb. Allee, ik zie er, let's be honest, ik zie er niet goed uit zonder schmink, maar that's life. Ik zie er beter uit met schmink, maar ja. De kringloopwinkel is net hier, zie ik. Ik ben aan het wachten tot die gaan aanbellen. Want ik kom mijn oude zetel eindelijk halen. Die stond onder in de gang. Die staat er al 2 of 3 maanden, denk ik. Dat is kei vervelend, maar eindelijk vandaag komen ze die ophalen. Oké, de kringwinkel is weg. En nu nemen die de zetel niet mee, omdat daar een plek op is aan de zijkant. Die denken dat ze dat er niet uit krijgen. Dus nu zit ik hier nog altijd met mijn zetel. Heb ik heel voor een middag gewacht op de kringwinkel om die te komen halen. Nee gezegd tegen Celine om te gaan wandelen, omdat ik moest wachten voor niks. Dus nu moet ik die op een of andere manier naar het containerpark zien te brengen. Misschien mijn papa zijn kamionetje lenen of zo. Ik weet het nog niet. Sorry voor later. Ik ga nu even hier thuis opruimen en zo. En dan binnen, hoe laat is het nu? Binnen 2 uurtjes denk ik, ga ik naar de homeopaat. Maar dat is een heel andere story nog. Wat ik daar ga doen, dat zal ik zelfs vertellen. Ondertussen heb ik lunch gemaakt. Ik heb zalm en asperges en dit is echt zo gemakkelijk om te maken. Gewoon op een bakplaat in de oven op 200 graden voor 15 minuutjes. Et voilà. En kruiden wel, anders is dat maar saai. Ik heb trouwens ook deze waterfles van de Action meegebracht overlaatst. Dit is bijna 2 liter. 1 liter en 1 liter, 9 denk ik dat hierin kan. Als ik zo'n fles leeg heb op 1 dag, plus dan nog eens mijn 3 à 4 koppen thee die ik per dag drink, dan heb ik denk ik wel genoeg water gedronken. Alleen naar de gym is deze wel moeilijk om mee te nemen, want als je cardio doet, past die zo niet in dat houderke. Maar ja, dus aanrader, Action, was maar 2 euro of zo, of 3 euro. En dan drink je veel water. Kijk, ik wou het ook nog even over iets anders samen met jullie. Sorry trouwens als ik donker ben, maar ik zit tegen het licht in. Ik zal wel meer zo gaan zitten. Ik ga vanaf vandaag mijn maaltijden bijhouden. Op de old school way in een boekje geschreven. Dit is echt zo'n daily food journal. Dat heb ik ooit van Amerika meegebracht. Nooit gebruikt. En ik dacht, ah, ik heb dat nog. Ik ga dat nu gebruiken. Dus ik heb tot nu toe opgeschreven wat ik heb gegeten. En mijn snacks. Dit is na de gym. En de Monster is voor de gym. Dus de Monster is voor wat meer energie. Ik neem geen pre-workout of zo. Dus ik neem Monster voor de gym. Ook niet altijd hoor. En mijn kersensnoepjes is voor mijn suikerpeil terug omhoog te krijgen na de fitness. Ik neem er 5. En als je snoepjes eet voor je suikerpeil terug omhoog te krijgen, kijk dan zeker dat die snoepjes geen vetten bevatten. Of 0,1 is wel goed, maar niet meer als dat van vetten. Ik zoek altijd snoepjes die geen vetten bevatten. Waarom dat ik nu alles ga bijhouden is omdat ik de laatste 3 maanden best veel last heb van mijn darmen. Ik heb zoveel last van opgeblazen gevoel. Ook al heb ik nog niet gegeten, 's ochtends gewoon word ik wakker en is mijn buik gewoon opgeblazen. Ik heb heel veel last, dat is misschien TMI, maar just being honest here. Heel veel last van winderigheid in mijn darmen. Allee, van het gevoel van gas, niet per se dat ik scheetjes moet laten of zo. Maar wel het gevoel dat er heel veel gas zit. Ik heb ook veel last dat ik niet naar het wc kan en dan weer te veel naar het wc kan. Allee, met daarmee bedoel ik te veel dat ik diarree heb of zo. Het is allemaal niet zo'n goed teken. Daarom ga ik ook naar de homeopaat weer.
ben, denk ik, van 2017 niet meer naar mijn homeopaat of ja, natuurdokter of hoe je dat ook wilt noemen geweest. En nu dat ik weer zoveel last had, dacht ik van, ik ga terug. Want als het zo een beetje goed gaat bij mij, dan stop ik met daar naartoe te gaan. Maar uiteindelijk is dat wel een dokter die mij heel goed helpt. En die kijkt echt vooral naar voeding en zo. Dus ik heb 3 weken geleden, denk ik, een heel uitgebreide bloed- en bloedtest laten doen en urinetest laten doen. Dus al mijn hormonen zijn gecheckt, mijn voeding. Ik heb ook nog eens laten checken waar ik wel en niet tegen kan. Want ik denk dat ik wel terug, of ja, ik denk dat ik wel terug tegen lactose kan. Dus ik ben heel benieuwd. Ik moet over een half uurtje vertrekken en dan ben ik heel benieuwd wat hij allemaal gaat zeggen. En ik wou dus ook graag eens bijhouden wat ik eet. Om dan te kijken of ik effectief tegen bepaalde dingen niet kan. En beter te kunnen tracken. Ik heb trouwens ook een video gezien van Pamela Reif, denk ik dat ze noemt, op Instagram. Ik zal haar Instagram eens tonen. Dit is haar Instagram. Als jullie haar willen volgen, dat is een Duits meisje. En zij is heel goed in workout. Haar body is echt banging, echt zot. En ook met voeding en zo heel veel bezig. Die is wel redelijk bekend, dus ik denk misschien wel dat jullie haar gaan kennen. Maar ik zag dus op haar Instagram, een IGTV, dat ze een poeptest laat doen om de zoveel tijd. Dus een stoelgangtest dat je kaka moet doen eigenlijk in een potje. Of je kaka in een potje steken. En dat ze dat laat checken omdat ze ook heel veel last had van opgezette buik en zo. En heel toevallig, want ik heb er dus ook de laatste tijd heel veel last van. Dus ja, het kan zijn dat ik zo'n bijkomende test ook moet doen. Dat weet ik nog niet, dat ga ik zelfs zien. Maar alleszins kon je daar even up-to-date over brengen. En gewoon een opgeblazen gevoel is zo vervelend. Het is normaal dat je tegen de avond meer een opgezette buik hebt dan 's ochtends, omdat er het eten in natuurlijk. Maar het is niet normaal dat je je zo oncomfortabel daarbij voelt en pijn hebt echt, wat ik de laatste tijd echt heb. En dat is echt super vervelend. Dus ik ga daar ook gewoon eerlijk over zijn hier, want misschien help ik wel een paar mensen van jullie. En ik ga mijn food de komende weken tracken. Ik zal jullie daar ook over up-to-date houden, hoe dat gaat. En ik ben heel benieuwd gewoon ook wat de homeopaat gaat zeggen waar ik wel en niet tegen kan. En dan ga ik dat een kans geven om daar, ja, om dat proberen vol te houden. We shall see. Ik ga vertrekken naar de homeopaat. Dit is mijn outfit. Mijn high-waisted jeans is Bershka. Ik heb die echt in alle kleuren. Mijn truitje is Naked. Dat is zo'n wit crop truitje. Gewoon een wit crop t-shirtje van New Look eronder. En mijn chunky sneakers zijn van Totally Too. Ik denk dat die er wel nog zijn. Dus totallytoo.com. Dus dit is de whole outfit. Ik ben ondertussen terug thuis. Bij de homeopaat is van alles besproken geweest. Heel veel. Te veel om hier te vertellen. Maar alleszins heb ik een ontsteking die op mijn darmen zit. Door mijn pil die ik neem heb ik een gestoorde bijnier. Dus daar zijn we nu aan het kijken wat we daaraan gaan doen. Ik ga waarschijnlijk overschakelen naar een koperspiraal. Maar dat moet ik nog eens even allemaal toe even kijken. En qua eten ben ik dus wel lactose intolerant. Maar niet voor de suiker lactose. Want lactose is eigenlijk een suiker die in melk zit. Maar voor het lactose eiwit. En wat daar heel stom aan is, is dat dat lactose eiwit echt in alles zit. Dus lactose suiker wordt wel uit dingen gehaald, maar melk eiwit zit overal in. Dus zelfs in
lactosevrije melk en lactosevrije kaas zit er melk-eiwit. En dat kan ik dus niet verdragen. Dat melk-eiwit of dat lactose-eiwit. Ja, melk-eiwit noemt dat denk ik. Dus dat is het deel wat ik niet kan verdragen. Dus dat betekent dat ik alleen maar vegan kazen of vegan dingen mag op dat vlak. En melk en yoghurt van andere dingen. Dus kokos, haver, soja, al die toestanden. En dan ben ik ook nog eens intolerant aan gluten en aan tarwe. Wat ja, ongeveer overeenkomt, denk ik. En dat wil dus zeggen dat ik eigenlijk niet meer veel mag eten. En daardoor is mijn buik zo opgeblazen en alles. Ik heb nu een heel voedingsschema meegekregen. Het antitoxisch eetplan noemt het. En dat ga ik volgen. Dat ga ik sowieso 3 maanden doen en dan kijken als dat verbetering geeft aan mijn darmen, ja of nee. Ook moet ik online een soort van ja, medicatie, hoe noem je dat, supplement bestellen voor de ondersteuning van de darmflora. Ook vitamine B, nee D, vitamine D en magnesium moet ik bijnemen. Magnesium nam ik al, maar blijkbaar neemt mijn lichaam die niet goed op. Dus nu gaan we een andere proberen. En ja, vitamine D, dat hebben gewoon heel veel mensen in de winter, omdat ja, de zon schijnt, niet meer vaak. Maar dat ga ik dus ook bijnemen. Ja, dan hebben we nog een paar dingen besproken die niet echt relevant zijn voor deze video. Maar ondertussen ben ik ook langs geweest bij dieetcentrum An, dat ligt in Beringen, allee Beverlo. En ben ik wat glutenvrije dingen en zo gaan halen. En dingen die op dat eetschema stonden. Dus ik ga jullie laten zien wat ik heb meegebracht. Oké, hier is de zak. Als eerste heb ik pannenkoekendeeg voor pannenkoeken zonder gluten meegebracht en zonder melkeiwit. Dus dat is dat. Dan heb ik spelt en haver wraps meegebracht. Kaas, vegan kaas, dus die bestaat uit kokos, nootolie, water, zeezout, olijfolie. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat smaken. Klinkt al sinds niet goed, maar ja, we zullen zien. Dan, deze had hij mij ook aangeraden van Abbot Kinney's, of hoe noemt het? Een kokosnoot yoghurt. Dus heb ik er 2 meegebracht. Die ga ik voor mijn ontbijtjes gebruiken. Dan heb ik een snack lentil, Beluga lentils, vegan, lactosevrij en high protein. Oei, ik heb niet gecheckt als die gluten hebben zeker. Ah nee, kan sporen van gluten bevatten, maar heeft geen gluten. Oké, dan heb ik een rijstpasta mee, rijst mag ik dus wel. Rode lentilpasta. Dan heb ik een havermelk meegebracht. Spelt en zadencrackers. Hier heb ik er al 2 van gegeten. En dit is spelt honingwafels. En ik moet zeggen, ze waren niet de beste. Geef mij maar liever de honingwafels van dat één zo, melie, denk ik dat we noemt. Maar ja, er zit gluten in. Hè. Deze smaakte vond ik heel fel naar dadels en naar rozijnen. Ik weet zelfs niet als dat erin zit. Spelt, kokos, honing, sojameel, water, kaneel, zout, rijstmiddel. Nee, oké. Okay. Er zit dus geen dadels of rozijnen in, maar ik vond dat dat er naar smaakte. Oké, deze dus. Dan heb ik nog kokosbloemsuiker, als ik iets wil zoeten, dat is gewoon het algemeen veel ja, gezonder dan gewone suiker. Dus als ik bij mijn havermout dus suiker wil ofzo, dan ga ik dit gebruiken. En ik denk dat dit het laatste is. Buckwheat ramen, zo instant om te maken. Ziet er zo uit. Dus ja. Als ik daar eens zin in heb,
dan ga ik dat doen. En dan had ik nog zo'n buideltje thee. Krijg je dan zo Echina Forte. Dus voor de weerstand. En dat is alles wat ik heb. Het is niet veel. En het spijtige hier aan is dat dat zoveel kost. Oh, dat is gewoon zo duur. Zo van dat glutenvrij eten. Ik moest denk €42 betalen voor dit allemaal. Dus ja, dat is stom, hè. En oké, in de gewone winkels en zo kun je ook wel glutenvrije dingen kopen. Maar ik moet dus ook nu nog opletten dat er geen melkeiwitten in zitten. Dus dat is dubbel. Eigenlijk kan ik gewoon beter vegan worden. Voor alles buiten het vlees. Nee, dat klopt niet wat ik zeg. Nee. Klopt niet. Maar gewoon al die producten zijn bijna vegan. Vegan, vegan. Alles wat hier ligt is vegan. Omdat daar ja, geen melkdingen in zit en geen glutendingen in zit. Dus ja, maar ja, ik mag wel nog vlees. En ik eet ook wel nog redelijk graag vlees en vis. Dus ja. Maar dit was dus mijn shoplogje. Ik ga trouwens dus zo'n cracker proberen met de kaas aan. Ik ben benieuwd. Ja, die crackers, dat gaat niet slecht zijn, hè, maar. En die kaas. Het lijkt echt zo raar, maar ja. Maar de crackers zijn hard. De crackers zijn lekker, maar ik proef niet veel van de kaas. Dus ik ga het apart een stukje pakken. Ruikt wel naar kaas. En heel raar, het smaakt ook naar kaas. Iets minder felle smaak, maar het smaakt wel gewoon naar kaas. Oké, raar. Maar zoveel te beter. Het volgende punt op de agenda. Dierenarts. Wij gaan naar de dierenarts. Goed? Leuk hè, Milky? Milky, leuk hè? Nee? Jij weet wanneer je moet zwijgen. Mag Muffin hierin? Er staat nog Sheldon op, omdat dat was als we die naar het kattenhotel deden vroeger. Ik ben op Niels aan het wachten. Die gaat normaal mee als hij dat haalt. Want ik vrees er een beetje voor dat hij dat niet gaat halen, want die staat in de file. En dan zal ik alleen gaan met de katten, maar dat is moeilijk met twee katten en twee bakjes. Ik ben al aan het denken dat ik die dan samen steek, want dat doen die ook wel. Milky. Muffin. Ik zie Muffin niet. Hey. Dit is er niet tussen, hè? Dat zit je niet, dat is gewoon zwart. Hey. Baby. Andere baby. Muffin. Dat is Milky. Onder mij. Milky, ga daar. Hey. Nu heb ik op zijn kop gefilmd. Flinkies. Hey vrienden. Pak 8 juni, hè, dan kunnen we met z'n drieën feestje bouwen. 8 juni? Milky is 4, ik 7. Ah ja. We gaan Muffin nog registreren, want die is blijkbaar nooit geregistreerd. Dus nu mag ik haar geboortedatum zelf kiezen. 8. Nee, ik pak gewoon 12 november, wat ik dacht dat het was. Goed? Oké, we zijn ondertussen in paal 26. Hey! Even aan het eten. Ik heb scampi's in curry kokosroom met rijst. En Niels heeft, wat was dat? Tagliata manze of zoiets? Die manze. Ja, zo dun gesneden vlees met pasta. En dan om een of andere reden zijn er ook nog frietjes bij. Maar
Laat smaken. Ondertussen zijn we... Weer ruik daarbij. Zijn we bij Guus. Dat is de kat van de mama van Niels. Oh, hij gaat weg. We hebben geketset op Guusje. En nu gaan we... Ik weet niet wat we gaan doen. Maar ik ga al sinds hier de vlog afsluiten. Kan je ook nog dag zeggen? Nope. Een kontje? Oké. Hopelijk vonden jullie het leuk, dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie snel weer.